Ieder jaar heeft er wel eentje. Zo'n verrassende game die je totaal niet aanziet komen. En dan is die er, dan begin je met spelen. En dan weet je het, dit gaat een bijzondere game zijn dit jaar. En Balatro is zo'n game voor mij gebleken. Ik heb inmiddels 16 uur playtime erin zitten en een volledige run voltooid. Dus het is hoog tijd voor de stream review. Toen ik Balatro voor de eerste keer zag, stond hij aan de top van Steam. Eigenlijk vrij snel na de release. En ik zag hem ook op allerlei websites voorbij komen die ik in de gaten hou. Als de nieuwe roguelite van 2024. Nou, toen kreeg ik hem ook nog eens aangeraden via de chat op Twitch. Nou, dan ben ik de beroerdste niet. Het roguelite labeltje hangt eraan, dus dan ben ik sowieso geïnteresseerd. En dus zijn we Balatro gaan checken. En 16 uur later en een volledig doorgespeelde run later, een succesvolle run later zou ik willen zeggen, is het dan ook hoog tijd om het over de game te hebben. Want hoewel mijn eerste indruk niet heel enthousiast was, ik was niet per se direct verkocht, is het toch stiekem een hele goede, leuke, competente roguelite. Die heel iets unieks probeert te doen met eigenlijk een vrij basis set aan regels. Je legt namelijk met een standaard set van speelkaarten pokerhanden neer. Denk aan een paar, denk aan vijf harten. Denk aan drie vieren om three of a kind te maken. Je kent het wel van Yahtzee of van poker. Dat soort dingen ben je aan het proberen te maken met jouw standaard deck kaarten. Wat is daar leuk aan? In principe niet veel. Hetgeen wat het leuk maakt, is dat het aan jou als speler de taak is om een bepaald puntenaantal te halen. Hier zie je bijvoorbeeld in dit level moet ik 600 punten weten te halen met de waarde van de kaarten die ik speel om door te mogen naar het volgende level. En dat wordt steeds moeilijker. En dan wordt het leuk, want dan is het dus, zoals ik al zei, aan jou als speler de taak om jouw deck volledig te slopen. Je hebt jokers, je hebt tarotkaarten, je hebt planeetkaarten. Allemaal doen ze iets anders. Maar ik zou willen zeggen dat het belangrijkste is tijdens een run om jokers te scoren en om synergie te fixen tussen de jokers. Hier zie je bijvoorbeeld dat ik een joker heb gekocht in de shop die iedere keer na iedere ronde ook een nieuwe stock krijgt. Heb ik een kaart gekocht die facecards een multiplier van 4 geeft. Dat betekent dus dat iedere facecard, een koningin, een koning of een boer die ik speel, die is 4 keer zoveel waard. Op die manier voel je hem al aankomen. Er zijn ook weer kaarten die daarop inspelen en die dat nog verder boosten en nog verder boosten en nog verder slopen en die kaarten nog meer waard maken. Uiteindelijk is het aan jou als speler iedere run de taak, nogmaals om je deck te slopen, maar in principe om heel gericht een richting te kiezen. Je kunt bijvoorbeeld ook de compleet andere kant op gaan als die kant zich voordoet, want de manier waarop jokers aan je gepresenteerd worden, die is random. Dus soms moet je ook geluk hebben, daar komt een stukje RNG om de hoek kijken. Maar in principe is het aan jou als speler de taak om een bepaalde richting op te werken en om je daar ook aan vast te houden. En dat specifieke stukje wat jouw deck goed maakt, deze run, om je daaraan vast te houden, daarin vast te bijten en dat helemaal uit te buiten om uiteindelijk tot in de miljoenen punten te scoren met slechts één gespeelde hand. En dat is wat deze game zo leuk maakt. Ja, het zijn basiskaarten. Ja, een Yahtzee of pokerhand spelen is niet heel bijzonder. Maar hetgeen wat het bijzonder maakt is, zoals bij zoveel cardgames, de multipliers, het stuk maken van je deck in de zin dat je zoveel punten krijgt, dat had je niet eens voor mogelijk gehouden. En dat steeds doen op een steeds andere manier, met steeds nieuwe mogelijkheden door de dingen die je vrijspeelt en de nieuwe ideeën die je krijgt bij bepaalde synergieën tussen kaarten. En dat maakt deze game tot wat het is. Dus mocht je net als ik zoiets hebben van, oké, wat is dit precies? Het ziet er vrij standaard uit. Ik kan het niet zo goed lezen. Dit is wat het is en dit is waarom ik het leuk vind. En dit is ook waarom ik het inderdaad, zoals veel mensen en websites aanschreven, is het dit ook een van de, zo niet tot nu toe, de beste roguelite van 2024. En ja, hij is gewoon heel erg bijzonder geworden. En dat had ik helemaal niet verwacht. Ik weet ook nog dat de eerste uren dat ik met deze game spendeerde, dat ik dacht van ja, oké, maar wanneer wordt het nou echt lijp? Totdat het in je hoofd klikt en totdat je een beetje ziet wat de mogelijkheden zijn en wat er kan. En pas dan kun je echt los. En zodra je los kunt en je die mogelijkheden, zelfs als je de game niet aan het spelen bent, in je hoofd aan het maken bent, dan weet je dat je een goede game te pakken hebt. En dat is precies wat Balatro is gelukt. En
Ja, voor een kleine €15 is deze game beschikbaar op bijna ieder platform. En kan ik dan ook niets anders zeggen dan dat ik hem van harte aanraad. Als je op zoek bent naar een unieke roguelite, zelfs als je misschien al een beetje roguelite moe begint te worden, zou deze nog heel erg interessant kunnen zijn. Als je van card games houdt, is dit een hele leuke. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als je gewoon van kritisch nadenken houdt en keuzes maken in games houdt en gemixt met een beetje RNG, dan gaat dit ook helemaal je ding zijn. En dan nogmaals, voor een klein bedrag van een kleine €15 is het overal op te spelen. Werkt ook perfect op de Steam Deck met de touchscreen. Hetzelfde geldt voor de Switch. Dus overal is dit op te spelen. Overal is het goed op te spelen. En ja, ik kan dan ook niets anders doen dan deze game van harte aanraden. En zo hebben we naast Prince of Persia een nieuwe topper. Namelijk Balatro, de tweede topgame van 2024. Dank jullie wel voor het meemaken van al die runs op de stream. Of in ieder geval voor het kijken van deze video. Als je de streams op Twitch niet gezien hebt, weet dan wel dat je altijd welkom bent. Ook daar, de link daarvoor staat in de beschrijving. Maar voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende.